Geliefd mens, je bent een levenskunstenaar. Jij bent geschapen met bijzondere gaven en talenten die niemand anders bezit dan jij. Je bent uniek. Jij bent geschapen naar Gods beeld en gelijkenis met vermogens en creativiteit waarvan je nog maar een fractie beseft. Maar God wil het je openbaren waar Hij jou mee geschapen heeft met die wonderlijke gaven en talenten. En Hij wil je bemoedigen om dat te gaan ontwikkelen, om dat tot ontplooiing te laten komen, om tot bloei te komen. Hij wil je daarbij helpen. God heeft je geschapen om een bijzondere bijdrage te leveren aan de creativiteit van Gods liefde op je eigen en unieke wijze. Waar jij je gelukkig in voelt, waarin jij je happy voelt, die helemaal bij jou past. Jij mag samen met God scheppen en creëren als een levenskunstenaar. Je mag je leven inhoud geven en schoonheid en vreugde scheppen en een zegen zijn voor de mensheid. Dat is jouw doel, dat is jouw bestemming. Jij hebt de regie over je leven, om iets heel moois te schilderen met jouw leven. En het gaat daarbij niet om uiterlijke dingen, maar om een innerlijke schoonheid die jij vorm mag geven in woorden en daden en waar mensen mee gezegend worden. Jij mag hier op aarde samen met God een hemelse paradijselijke tuin aanleggen waar mensen genezing en herstel vinden en mogen genieten van de schoonheid en de vruchten van die tuin. Denk niet klein van jezelf. God wil je helpen. Door de zondeval is er veel stuk gegaan en zijn we veel van onze oorspronkelijke gaven kwijtgeraakt. We zijn de weg kwijtgeraakt en zijn in onszelf gevangen, in ons ego. Maar Jezus is gekomen om jou te bevrijden en weer te brengen in connectie, in verbinding met God. Hij is gekomen om je te vergeven en je te genezen en je zijn Heilige Geest te geven, waardoor je weer in je oorspronkelijke bestemming mag komen en samen met Gods Geest als een levenskunstenaar aan de slag mag gaan. Blijf niet zitten. Laat het leven niet over je komen, maar pak de kwast en het palet van Gods Geest, wat Hij jou aanreikt, en ga schilderen het schilderij van je leven in samenwerking met God. Laat de wereld de schoonheid van God zien door jou heen. Het maakt niet uit wat je gaven of talenten zijn. Het maakt niet uit welk beroep je hebt of in welke levenssituatie je zit. Iedereen kan het besluit nemen om het penseel, om de kwast van het leven aan te nemen en met mooie goddelijke kleuren van liefde, vergeving, barmhartigheid, compassie, bewogenheid, geduld, blijdschap, vriendelijkheid, goedheid, vrijgevigheid, trouw en nederigheid de regenboog van Gods liefde te schilderen in je leven met woorden en daden. Jezus zal je hierin voorgaan en je de kracht geven als je hem welkom heet en uitnodigt in je leven. Ik wil in gebed voorgaan wat je mee mag bidden. Jezus, die reikt jou het penseel aan en hij nodigt je uit. Mijn kind, neem het penseel ter hand en laat mij jouw hand leiden. Ik wil een geweldig schilderij door jou heen schilderen, door jouw leven heen. Mag ik dat doen in samenwerking met jou? Want ik wil mijn liefde, mijn schoonheid door jouw leven openbaren, zodat mensen zich zullen verheugen en verbazen en verwonderen wat ik door jouw leven heen doe. Mag ik komen in jouw leven om dat te bewerken? Hemelse Vader,
wil u danken voor uw oneindige liefde, wat bijna niet te beseffen of te begrijpen is. Ik wil u danken, Jezus, dat u uw leven heeft gegeven om mij te vergeven, om mij te bevrijden, om mij op te nemen in uw eeuwige liefde. Ik wil u danken dat u in uw liefde uw geest aanraakt, uw heilige geest, om mij te vullen, om mij te helpen, om mij bij te staan, om mij weer te brengen in mijn oorspronkelijke roeping en bestemming. Heer Jezus, wees welkom in mijn leven en vul mijn leven, vul mijn hart en neem alles weg wat niet thuis hoort in uw liefde. En ik wil ja zeggen tegen u en ik wil dat penseel van mijn leven te hand nemen. En ik wil samen onder leiding van uw Heilige Geest gaan schilderen als een levenskunstenaar. Met die mooie kleuren van uw goddelijke liefde het schilderij gaan schilderen in mijn leven. Zodat andere mensen in mijn leven uw liefde zullen weerspiegeld zien. Help mij in mijn leven, in mijn gezin, op mijn werk, op school, overal waar ik kom. Om daar een penseel te hand te nemen. En daar te gaan schilderen met de geweldige mooie kleuren van uw liefde. Maakt u mij creatief om het op mijn eigen unieke wijze, met de gaven en talenten die u mij heeft gegeven, om daarmee te gaan schilderen en aan de wereld uw liefde te tonen. Ik wil u danken dat u dat in mijn leven gaat doen. Amen.